Goedemorgen, ik ben Thijs van der Akker. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Fox Rage Salmo. Vandaag gaan we een dagje baarsvissen op de rivierplassen. Het is eind november, redelijk aan het begin van het seizoen. Dit is nog echt de tijd om aantallen te maken. Dus dat gaan we vandaag proberen. Voor het vissen op baars gebruik ik veel shads. Shadjes tussen de 7 en de 11 centimeter. Het gewicht van een loodkop pak ik meestal tussen de 3,5 en de 10 gram. Ligt er een beetje aan hoe diep het is, of de vis actief is. Of je langzaam moet vissen of je agressief wil vissen. Je kunt hem op verschillende manieren binnenvissen. Dan moet hij eerst even zakken natuurlijk. Of ik vis hem echt agressief. Snelle slagen van de molen. Ook nog wat beweging van de hengel erbij. Om die shad echt actie te geven. En wat ook vaak goed werkt is om heel langzaam net een stukje boven de bodem te draaien. Zo, we zijn op de tweede stek, andere plas. Ik begin met de shad, om eventjes te kijken of ik actieve vis kan vinden. En iedere plek die ik met de shad uitgooi, die vis ik ook nog even af met Carolina. Want vaak zitten ze er wel, maar kun je ze net niet over de streep trekken met een shad. En dan wil een Carolina rig weer wel. Dus we gaan even kijken of we hier een vis kunnen vangen. Yo. Stek net uitgegooid met de shad. Nou, de tweede worp op een Carolina rig. Pak ik toch een mooi baars. Zijn de vissen al overkomen? Goeie vis, goed dik. Mooi voorin gehaakt. Eerst de tweede worp met Carolina eigenlijk, dus ik denk dat ze het vandaag traag willen. Ze gaan het ook traag aanbieden. En naast het vissen met shad, vis ik ook vaak met de Carolina rig. Ik
Carolina rig is een manier die je heel langzaam over de bodem kan slepen met korte tussenpauzes. Vaak vis je die met een kreeftimitatie, zoals deze kritter. Shetjes kan ook nog wel, moet je hem iets sneller vissen meestal. Mooi aan de Carolina rig is dat de onderlijn gewichtsloos is. Dus je hebt hier een loodje en een kraaltje, dat maakt een tikgeluid. En die stop ik met een warteltje. En daaraan heb ik gewichtsloos een onderlijn. Dus die vis die pakt je aas, zwemt ermee weg. En de truc is pas om te slaan wanneer je hem weg voelt zwemmen. Niet bij de aanbeet. Vaak mis je ze dan. Nou, het zit er weer op voor vandaag. Heel de dag gevist. 1 aanbeet gehad. Die hebben we gelukkig ook gevangen. Hele mooie baars. Maar verder was het taaie bedoeling. We hebben nog andere vissers gesproken. Die hadden ook niks gevangen helaas. Dus ik denk dat we vandaag de vis wel de schuld kunnen geven. Volgende keer beter. En tot de volgende video.